Jotiet Hooft, een van de belangrijkste Vlaamse dichters, zou dit jaar 65 geworden zijn. Zijn graf staat op het kerkhof in de Dijkstraat in Oudenaarde. Tot voor kort nogal onopvallend en een beetje verloederd. Maar dat is nu verleden tijd. Het kruis kreeg een opknapbeurt, de rozen tieren welig en er hangt nu ook een gedicht van Jotiet Hooft aan de muur. Op een dag zal ik weg zijn. En wat dan? Verdwenen, zonder een teken te geven of te nemen. En het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend. Want wie, zoals ik, nooit heeft gebouwd, laat niets achter dan verwachting en verwarring. En wat dan? De concessie is onlangs overgedragen aan de stad Oudenaarde. De restauratie is een erkenning van het literair werk van Jotiet Hooft. Het brengt zijn talent nog dichter bij de mensen. En daar is de familie heel blij mee. Ik ben 3 jaar ouder dan Jotiet. Mijn zus had dezelfde leeftijd. Dus als kinderen hebben wij die zeer goed gekend. Wij speelden samen. Wij luisteren samen naar, ook naar, nu keer 12 jaar, naar dezelfde muziek. Maar later dan, ja, zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren. Het originele kruis had mijn vader gemaakt, dat is Riek Toof, de jongste nonkel. Was houtbewerker, restaurateur. En hij heeft dat altijd onderhouden zolang hij leefde. Maar mijn vader is zelf al 9 jaar gestorven en het graf lag er verloederd bij. En ik ben nu heel blij dat het opgekuist is en dat het nu opgewaardeerd is met een mooi gedicht. Wellicht in uw herinnering zal ik stollen, verstijven, niet lang meer blijven, maar verbleken tot verleden. En wat toen? Te doen? Niet verschieten als je het graf binnenkort zonder kruis aantreft. Dan is het de stad die haar funerair erfgoed goed verzorgt. Binnenkort gaan we ook het kruis voor een maand wegnemen, omdat als je kijkt, zie je dat onderaan het kruis aan het wegrotten is. Dus we gaan het wegnemen en volledig renoveren, zodanig dat het bestand is tegen alle weersomstandigheden en dat het niet meer zal wegrotten in de toekomst, dat het kruis authentiek bewaard blijft op het graf. Ook de wilde witte rozen gaan we behouden, zodanig dat dit echt wel de authentieke begraafplaats blijft, zoals Jotiet Hooft het zelf gewild heeft dat het zou zijn. Het was waar, zult gij zeggen. Hij speelde met woorden als geen ander, maar wat heeft dat te betekenen? Zo bleek zal ik zijn in u. En wat dan?